De stichting Women United Suriname, WUS, heeft vanmorgen in het kader van de oktobermaand, die internationaal is uitgeroepen tot borstkankermaand, mammogram-screenings laten doen bij een groep vrouwen met een gehoor- en visuele beperking. Een mammogram is een röntgenfoto van de borst. De stichting voert deze activiteit uit onder het thema Porosheng. De organisatie is namelijk van mening dat de mens met een beperking niet altijd enthousiast is om zelf stappen te ondernemen om zich te laten onderzoeken. Met de actie van vandaag wil Stichting WUS hen stimuleren zich niet meer te schamen. Volgens Rosita Etnel, secretaris van de stichting, is dit belangrijk aangezien borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is in Suriname. En ik denk van ja, laten we dames die niet gemakkelijk in de gelegenheid zijn of die niet durven alleen te gaan, in groepsverband dit onderzoek te laten doen. En dat zijn het namelijk de doven en slechthorenden, de vrouwen met een visuele beperking en twee dames in rolstoel. Ik denk dat dit voor onze organisatie Women United Suriname heel belangrijk is om deze doelgroep niet te vergeten, maar steeds in het oog te houden dat ze met alle activiteiten gewoon mee kunnen doen. De mammogram-screening is gedaan in de Havaid en Hofwijk Radiologie Kliniek. Er wordt een röntgenfoto van de borst gemaakt met een speciaal ontwikkeld röntgenapparaat. Volgens Joanne Zuiverloon, werk- en kwaliteitscoördinator van de Radiologie Kliniek, gaat deze screening om een stukje bewustwording, vooral bij vrouwen met een beperking. Zij vindt het daarom geweldig dat deze vrouwen de stap hebben genomen om zich te laten onderzoeken. Ik denk dat vrouwen bewust moeten zijn over onderzoek. Dat is belangrijker. Maak je nog niet druk over het hebben van borstkanker. Het is belangrijk om je borsten te kennen, zodat je eventuele afwijkingen kunt vinden, vroegtijdig kunt herkennen. En daardoor dus ook eerder bij de dokter komt en je eerder laat onderzoeken. Dus ik wil hem een beetje omdraaien. Wees je bewust dat borstonderzoek belangrijk is voor iedere vrouw. Check je borsten op het moment iedereen is bezig, onder de douche. Als je je aankleedt, kijk hoe je borsten eruit zien. Voel ze regelmatig. Er zijn door zelfonderzoek te doen. Kijk als, zodat je veranderingen ontdekt. En op het moment dat je je zorgen maakt omdat je voelt of omdat je ziet dat er afwijkingen zijn, heel snel naar de dokter gaan. Altijd laten checken als je denkt dat iets niet klopt. Alles Joanne Zuiverloon, werk- en kwaliteitscoördinator bij Havaid en Hofwijk Radiologie Kliniek. Ze sprak vanmorgen tijdens de mammogram-screening die bij vrouwen met een gehoor- en gezichtsbeperking is gedaan. De screening is gedaan in het kader van de oktobermaand die internationaal is uitgeroepen tot borstkankermaand.